Yo YouTube, Aceen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag beantwoorden we de vraag, Aceen, wat de fuck is er met je haar? Helemaal niks. Dit is mijn haar en ik ben trots op mijn haar. Het is al even dat er een beetje spanning is op Twitter en eigenlijk op alle social media over Thrasher. Thrasher is het merk die nu opeens gedragen wordt door elke fucking poser in heel de wereld. Vroeger was Thrasher gewoon het merk van de skaters. Het was het skatemerk die gedragen werd door skaters en niet door mensen die nog nooit op een skateboard gestaan hadden. Nu wordt het gedragen door iedereen die likes wil op internet. Vandaag gaan we praten over fucking posers. Zoals Jacob Sartorius en al die fucking andere mooie boys. En mooie girls. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze video. Ik ben Aceen en ik zou zeggen, let's fucking go. Mijn haar is echt raar. Oké, het is haar. Haar is haar. Yo YouTube, Aceen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3. En dat is echt wel al 10 jaar geleden of zo dat ik nog Black Ops 3 heb gespeeld. Maar ik vind het altijd leuk als ik ergens over ga praten. Dat heel mijn game lagt en dat ik een leuke Call of Duty commentary kan opnemen. Super cool. Vandaag ga ik dus praten over posers. En voor de 4 mensen die niet weten wat posers zijn van die mensen die een volledig Instagram account hebben. En eigenlijk heeft iedereen een Instagram account, maar oké. En die mensen posen op allemaal plekjes en doen allemaal van die coole kleren aan en dan posen ze, maar eigenlijk weten ze niet wat ze aan hebben en eigenlijk doen ze alles voor de likes. Eigenlijk denken ze gewoon dat ze mooi zijn en ze krijgen likes en dat is het concept posen. En een mooi voorbeeld daarvan is skatekleren dragen zonder dat je ooit op een skateboard hebt gestaan, zonder dat je weet wat skateboarden is, zonder dat je één link hebt met skateboarden, maar dat je gewoon als H&M hoertje binnenwandelt in een skatewinkel en alles koopt wat je ziet. Dat is posen. En ik voel de vragen al komen. Hey, zit jij skate toch ook niet? Jawel, ik skate wel. Ik ben gisteren gaan skaten. Ik ben bijna elke avond van de zomer al gaan skaten. Hier een filmpje van ik die skate enkele jaren geleden. En binnenkort maak ik wel nieuwe filmpjes. Hey, het is wel een dubbel, jongens. Ja, ik ga daar filmpjes over maken binnenkort, maar ik vind, en dat is echt puur mijn mening, dat niet alles wat ik doe gecombineerd moet worden met YouTube. Als ik skate, dan is het echt gewoon leuk om te skateboarden en dan moet dat niet allemaal gefilmd worden. Soms is het gewoon eens leuk om gewoon te skaten en is niks te doen voor YouTube. Snap je dat? Soms moet je eens wat tijd hebben voor jezelf, dat niet alles op internet staat. Maar dus, wij gingen praten over posers. Jacob's a fucking Gatorius. Die Schwanz had één keer een foto op Instagram gezet waar hij een Thrasher t-shirt op aan had en alle fangirls gingen helemaal loco. Ze vonden dat een geweldig t-shirt. Ze vonden dat hij er geweldig sexy was. En ik ben hier echt alles aan het wasten. Yo, en we zijn gekild. Jee. Dat is een foto geplaatst op Instagram waar hij stond in een Thrasher shirt. En alle fangirls gingen loco omdat hij er wel cool uitzag op die foto. En alle fangirls gingen vragen of zij mochten neuken en zo van die shit. Maar dus op die foto ging iedereen helemaal crazy. Behalve de skaters, want die dachten, yo, je hebt Thrasher net echt vernederd. En dat is geen grapje. Dat was echt zo. Vanaf nu wordt elke jongen die Thrasher draagt gelinkt aan Jacob Sartorius. Hey, Jacob Sartorius heeft dat t-shirt ook. Shut the fuck up, bitch. Jacob Sartorius mag dat t-shirt niet eens aandoen. Jacob Sartorius is geen fucking skater. En elke keer als ik een foto met een Thrasher t-shirt of met een Thrasher shirt of met iets van Thrasher op mijn Instagram heb gezet, dan zijn er altijd wel comments. Hey, je bent die Jacob Sartorius lookalike. En dan heb ik spontaan zin om die mensen een keel over te snijden. Ik heb dat t-shirt niet gekocht omdat Jacob Sartorius dat had. En ineens stopt de politie voor mijn deur en ik ben echt niet aan het lachen. Oh my god, what the fuck? Nee, staat de politie fucking daar. Have I done something wrong? Oké, als dat voor mij is, dan ben ik wel. Oké, ze rijden weg, let's go. Snappen jullie dat het niet zo leuk is om elke keer geassocieerd te worden met Jacob Sartorius? Jacob, so fucking, I'm gay, fuck me in the ass, Sartorius. Echt, ik haat die guy. Oké, volgens mij mag iedereen fan zijn van wat hij wil. En als jij fan bent van Jacob Sartorius, dan ja, dan mag je nu oprotten. Fuck Jacob, fuck zijn kleren. Fuck elke poser. Thrasher is the skate, bible. Kleren moeten toch gedragen kunnen worden door iedereen. Thrasher niet. Thrasher echt gewoon niet. Soms in het leven moet je eens chillen en ja. Iedereen haat wel dingen, wel ik haat posers. Ik haat mensen die al mijn kleren nakopen en dan zeggen dat ze het niet van mij genakt hebben. En ik haat vooral mensen die zeggen dat Jacob Sartorius de trendsetter is van Thrasher. En ik weet, normaal zou ik echt geen fuck moeten geven om de mensen die dat zeggen. Want dat zijn gewoon mensen met één hersencel. Zo van die mensen dat denken dat Thrasher de
merchandise is van Jacob Sartorius. Niet op welke planeet die mensen zijn geboren, maar zijn er dus wel. Want er zijn ook genoeg mensen die zeggen dat ik een poser ben, omdat ik mij kleed als een kind van de jaren 80. Maar hey, het is ook gewoon wat ik leuk vind. En ik ben misschien wel niet van de jaren 80, maar... Hey, Trasher, moet je gewoon de regels volgen. Doe, je gaat toch ook geen Louis Vuitton kopen als je geld hebt? Dat koop je ook gewoon fake shit. En ik zie gewoon vanuit de hoeken van mijn ogen dat er weer mensen naar mij aan het kijken zijn van de overkant van de straat. Hallo, jullie maken deze opnames een beetje awkward. Oké. Waarschijnlijk zijn er na deze video nog altijd mensen die niet snappen dat Trasher voor skaters is en die het nooit gaan snappen. Want ik heb ook al 1000 keer gezegd dat mensen niet moeten aanbellen aan mijn deuren, maar toch snapt niemand dit. Het is alsof elke keer als ik zeg dat je niet moet aanbellen aan mijn deuren, dat sommige mensen nog altijd denken dat het wel mag. Mag wel, maar ik ga niet open doen. Gisteren was er zelf een mevrouw, de mama denk ik, van al die kinderen die voor mijn deur stonden, die gewoon boos is geworden op mij. Ik had geen zin om open te doen en ik had gewoon mijn hoofd door mijn raam gestopt en ik had gezegd, yo, ik heb echt geen tijd om open te doen, ik moet nog video's bewerken. Die mevrouw is fucking kwaad geworden op mij. Maar echt niet eens een beetje, gewoon echt boos. Die mevrouw zei echt dat ze speciaal voor mij naar hier waren gekomen en geen respect had voor mensen die naar mijn video's kijken en zo. Doe mevrouw, ik heb al 10.000 keer gezegd in mijn video's dat ik het niet wil. Dan denk ik toch dat je kinderen niet zo goede kijkers zijn hoor. Maar ja, op zo'n dingen reageren ze dan nooit, dan wandelen ze gewoon weg. Zeggen ze dat ik onrespectvol ben. Ik meen het, ik vind dit spel eigenlijk echt nog leuk. Een van de eerste Call of Duty is dat nog niet saai is geworden tegen de zomer. Thanks Black Ops 3. Na 5 minuten staan die mensen nog altijd voor mijn deur. Hallo. Ze zijn hun haar goed aan het leggen en shit. Fucking posers. Maar oké, tot zover het onderwerp posers. Dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash dan zeker een duimpje omhoog. Omhoog. En ik ben Acid. En ik zou zeggen, ja, doei. Tot de volgende keer. Adios, bitches. Smash zeker een likeje. Ja, you. Hello. Ja, de scholen in Blankenberg is fucking moeilijk. Ik weet niet waarom ik dit ga uitleggen. Maar het is van groep 1 tot groep 8. Dus de laag.